Goedemorgen lieve vrienden, het is vandaag zondag 28 november, eerste adventszondag. Dat betekent, degene die er allemaal aan meedoen en in ons lieve Heer geloven, dat men de ster mag branden en één kaarsje mag branden. Ik doe dat zelf ook altijd en eeuwig. Ik blijf daaraan trouw, want de Heer is mijn herder. Ja, onze lieve Heer, die leidt mij de weg. Hoe ik mijn levenspad moet lopen. En ik heb het tot nu toe nog altijd goed gedaan. Ik werk vanuit mijn hart naar andere mensen toe. Ik probeer voor een ieder lief te zijn. Ik probeer een ander te helpen. Waar ik maar kan. En ja, zo heeft God mij gemaakt. Een liefhebbend mens. Naar anderen toe. Probeer dat ook te doen. Ja, God zij gewoon met u. Zo zeggen lieve vrienden, geniet van jullie eerste adventszondag. Geniet van alles met wat jullie doen gaan. Gaan jullie naar de kerk? Of zit je voor de buis naar een kerkdienst te luisteren? Of neem je YouTube waar je jouw kerk misschien ook op zit? Mijn kerk zit er wel op. Die zit ook op YouTube. Dus ik kan ook via de computer kunnen kijken. Of ook via de televisie. Want ik heb ook internet op de televisie. Dus ja, dat kan allemaal. Ik hoef er niet vooruit wat dat er gaat. En je mag toch niet meer bij elkaar komen van ze. Hè? Het is te druk. Dus ja. Maar oké, daar hebben we het niet over. We gaan gewoon genieten met z'n allen. We zijn gewoon vrolijk en blij, want het licht is ons nabij. Onze lieve Heer, die keert heus weer. Die komt weer bij ons. En ja, we gaan gewoon met hem mee. Wees lief voor elkaar, met elkaar. Dat lieve vrienden, bid tot God en we komen allemaal heus wel weer goed terecht. Onze lieve Heer, die zal degene die schuldig zijn, ervoor boeten. En degene die goed van hart zijn, zal die belonen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet. Doei.